Hallo lieve mensen. Vandaag in deze video ga ik reageren op veelgestelde vragen die jullie hebben ingezonden via Instagram. En dat zijn vragen vooral rondom duurzame onderwerpen, over hoe ik bepaalde dingen doe, hoe ik over bepaalde dingen denk. Dus dat. Ik heb er 8 uitgekozen. Gewoon lekker, hop, we gaan er snel doorheen. De aanleiding is, en dat heb ik hier op YouTube nog niet eens verteld, maar dat het historische moment is aangebroken dat mijn boek is uitgekomen vorige maand al. En dit gebeurt er als je duurzaam gaat leven. Natuurlijk totaal geïnspireerd op mijn YouTube kanaal. Arie Boomsma zegt erover, wat een heerlijk pleidooi voor duurzaam leven. Kwetsbaar, eerlijk en enthousiast zonder te duwen en trekken. Nou, dat is toch mooi? Het is het handboek dat alle misvattingen over een bewuste lifestyle van tafel schuift. Ik begin het boek met een persoonlijk verhaal en iets over media en hoe ik daar naar kijk. Maar de basis van het boek zijn deze hoofdstukken. En dat zijn opmerkingen van mensen die ik wel eens heb gekregen of die heel herkenbaar zijn als je dus een beetje bezig bent met duurzamer leven. Dus opmerkingen als ik weet niet waar ik moet beginnen hoor, of die kleren liggen toch wel in de winkel, of een goed stuk vlees hoort erbij. Nou, ik ga dus op al die vragen ga ik in. Vertel ik persoonlijke anekdotes, leg ik uit hoe het nou daadwerkelijk echt zit. En geef ik je dus advies hoe je daarmee om kan gaan. Dus vooral voor jezelf om het makkelijker te maken, maar ook ja, om die mensen dus ook beter te begrijpen. En ook zit er bij ieder einde van het hoofdstuk, heb je nog eens de opmerking, dus het hoofdstuktitel. In dit geval, een goed stuk vlees hoort erbij. En heeft Marten Mantel, een vriend van mij, die heeft daar dus grappige comebacks op geschreven, die je dus kunt gebruiken. Maar ik zou dat eerlijk gezegd misschien niet doen. Oké, dit is een voorbeeld dus, een goed stuk vlees hoort erbij. Dat zeggen ze ook over jou als je een feestje binnenkomt lopen in die strakke broek van je. Mic drop. Maar goed, ja, het is dus mijn boek en ik vind het waanzinnig dat ik gewoon een eigen boek heb geschreven. Ik heb hele goede recensies al gekregen op bol.com, dus daar ben ik echt mega, mega blij mee. Goed, laten we doorgaan naar de Q&A. Oké, eerste vraag. Vind je het moeilijk als mensen je raar vinden wat je doet en hoe je eet en zo? Nou, Tuurlijk gaat er nu een kat met een belletje spelen. Nou, wat je eigenlijk moet beseffen, ten eerste, en daar praat ik ook heel veel over in mijn boek, is dat als opmerkingen van andere mensen je kwetsen, dat bijna altijd iets zegt over het oordeel wat je hebt over jezelf. Stel bijvoorbeeld, op YouTube word ik wel eens uitgescholden, weet ik ook, kutwijf of zo. Ik weet dat ik geen kutwijf ben, dus dan doet het me ook niks. Maar, stel nou dat iemand zegt... Ja, ik vind jou geen goede duurzaamheidsinfluencer of zo, noem maar wat. En ik vind zelf eigenlijk, ik oordeel mezelf eigenlijk ook hierop dat ik vind dat ik eigenlijk dat ik vind dat ik zelf ook niet genoeg doe op duurzaamheidsvlak. Dan kan het me wel raken en dan word ik wel boos, bijvoorbeeld als iemand zoiets over me zegt. Dus als iemand erover begint over stomme vegetariër of weet ik veel, je bent raar met je eetgewoontes. Stap 1 is dus jezelf accepteren op welke keuzes je maakt en welke principes je hebt. Ja, nogmaals, ik heb het hier dus echt uitgebreid over in mijn boek en ik vind dat zelf echt het meest interessante, want dit inzicht heeft me zoveel gebracht. Rust gebracht. Vraag 2. Tips om te gaan met negatieve meningen over een duurzame lifestyle. Wederom is eigenlijk weer het belangrijkste is hoe je er zelf in staat. Waar ik het dus net over had. En ten tweede denk ik dat het ook wel goed is om te beseffen dat je hoeft niet iedereen te overtuigen. Niet iedereen hoeft dezelfde mening als jij te hebben. Verschillende meningen kunnen gewoon naast elkaar bestaan. En ook als dat een goede vriend van je is. Ja, weet je, de een vindt hockey leuk en de ander voetbal. Dan kun je nog steeds vrienden zijn, toch? Als de een dan vlees eet en de ander niet en die vinden daar wat van. Ja, het kan naast elkaar bestaan. We hoeven niet allemaal hetzelfde te zijn. Dus ik denk dat dat ook wel... ik hoop dat dat wat rust brengt, of zo, dat inzicht. Vraag 3. Wat moet ik doen met een vriend die zegt heel veel vlees nodig te hebben? Ja, het makkelijkste wat ik altijd vind, is dat ik dan gewoon zeg,
Colin Kaepernick, Nate Diaz, Jeremy Reinders zijn allemaal echt top, 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 top atleten die zo fucking fit zijn. En plantaardig eten, volledig. Dus als zij het kunnen en er ook zo uitzien en zo gezond zijn en zoveel sporten, nou, dan kan Hans met zijn kantoorbaantje ook wel op een plantaardig voedingspatroon overleven hoor. Vraag 4. Heeft duurzaamheid überhaupt zin als Aziatische landen geen fok geven? Nou, ten eerste is dat een beetje een misvatting, want er zijn heel veel Aziatische landen, bijvoorbeeld Indonesië volgens mij, dan denk je, oh, er is superveel troep op straat. Maar uiteindelijk, als je kijkt naar de CO2-uitstoot per inwoner, dan is die echt zoveel lager dan bij ons. Dus dat even gezegd hebbende. En dit is super belangrijk, praat ik ook heel veel over in mijn boek. Gaat het over weten waar de impact zit. Want we focussen heel erg op zichtbare dingen. Op de plastic velletjes, dingetjes. Om de komkommer, om de shampooflessen, de plastic rietjes. Dat is niet waar de impact zit. De impact die je zelf hebt op de wereld. De gemiddelde Nederlander verbruikt het meest van de aarde door de hoeveelheid spullen die we kopen, door vliegen, door vlees te eten, door woning. Dus je kan misschien wel denken in Aziatische landen, weet ik veel, is troep op de grond en het is niet schoon en weet ik veel wat allemaal. Maar dat is dus niet per se het belangrijkste. Ja, en ik vind persoonlijk dat, ja, ik zit ook wel eens bij de pakken neer als ik besef hoe weinig impact ik in mijn eentje heb. Maar dan denk ik ook weer, ja, alle beetjes helpen ten eerste. En ik ga me dan inderdaad niet druk maken over een shampoofles. Maar ik ga dan wel bijvoorbeeld heel zorgvuldig kiezen wat ik stem. Ik ga de straat op om te demonstreren. Ik ga merken aanschrijven om ze aan te spreken op bepaald gedrag. Ik ga aan het licht brengen op mijn Instagram welke bedrijven er aan greenwashing doen. Dat heeft dan wel weer impact. En dat soort dingen kan iedereen doen. En ik ben wel van overtuigd dat dat absoluut iets kan doen. Anders zat ik hier ook niet. Vraag 5. Ik ben gestopt met vlees, maar vis eet ik nog zo graag en vind ik lastig. Nou, ten eerste denk ik dat, weet je, als jij alle dierlijke producten uit je voedingspatroon elimineert en je eet af en toe nog vis, ja, kan toch ook prima zijn, zolang je er maar zelf oké mee bent. Als het niet het geval is, ik kan het niet helemaal halen uit deze vraag, dan zou ik zeggen, informeer jezelf. Want zodra je weer weet wat voor problemen er schuilgaan achter, of je nou kaas heel lekker vindt en niet kan missen, of vis in dit geval, als je dan weer even leest of hoort, ja, wat er voor nodig is om dat te maken, wat voor afschuwelijke omstandigheden de dieren in leven. Mij helpt dat altijd heel erg om dan weer te beseffen, oh nee, ik wil dit gewoon niet. Ik kan nog zo lekker vinden, maar ik wil het gewoon niet. Want ik wil niet bijdragen aan deze industrie. Dus dat is mijn tip. En vraag 6. In hoeverre ben je bezig met microplastics in verzorgingsproducten? Ik vind het zo moeilijk. Ja, ik vind persoonlijk dierproefvrij en veganistische verzorgingsproducten belangrijker dan dat ik check op microplastics. Ook omdat ik weet, en dat is een feitje van Babette Parselijn, dat als je 1 kilometer auto rijdt, dat je evenveel microplastics uitstoot als dat je een heel jaar in de badkamer doet. Dus eerlijk gezegd ben ik er niet heel erg mee bezig. Dit is helemaal lijp om te zeggen als duurzaamheidsinfluencer. Maar ik zeg het toch gewoon. Tuurlijk vind ik het fijn als een product het niet heeft. En daar ligt ook absoluut mijn voorkeur. Maar ik ben er niet echt helemaal anal over. Vraag 7. Ik wil wel graag, maar ik weet niet waar ik moet beginnen. Nou, dat is letterlijk een hoofdstuk uit mijn boek. Ik zou zeggen, eet vandaag nog een vegetarische maaltijd en je bent begonnen. Geintjes. Maar ik zou zeggen, ja, ik denk serieus dat mijn boek een hele goede is om te lezen als je niet weet waar je moet beginnen.
Ik hoop dat je daar dus zelf inspiratie uit haalt en echt praktische tools om echt impact te maken. En niet alleen maar wat de media je vertelt dat je moet doen, a.k.a. allemaal duurzame producten kopen. Kopen sowieso natuurlijk niet duurzaam. We moeten consumeren. Dus ja, dat zou ik zeggen. En het boek van Babette Porselein dus, De Verborgen Impact. Daar leer je ook echt zoveel. Ik zou gewoon beginnen. Begin met wat je makkelijk vindt. Begin met wat misschien de meeste impact heeft in jouw leven qua uitstoot. Maar wat je wel makkelijk kan toepassen. Voor mij zou dat bijvoorbeeld zijn, nou, geen vlees meer eten. Dat vind ik dan een makkelijke keuze. En het heeft relatief veel impact op de totale uitstoot die ik heb als mens. Laatste vraag, vraag 8. Hoe kan ik reageren op, ik zou echt niet zonder vlees kunnen hoor. Hoofdstuk 10 is, je hebt toch vlees nodig? Nou, bla 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 bla. Vet veel goede informatie. En dan is de comeback is, je hebt toch vlees nodig? Nee, anders zouden de IC's wel vol liggen met mensen die vergeten zijn om een dagelijkse romp vlees naar binnen te stouwen en direct aan een slaafwinkel-infuus moeten. Laatste bonusvraag nog eventjes, want ik heb op de een of andere manier knetterveel vragen gekregen over wassen. Het belangrijkste naast een zuinige wasmachine is vooral hoe vaak je wast. Je kunt wel focussen op het product, het wasverzachter en de wasmiddel en zo. En dat is natuurlijk ook een goede. Maar wat zoveel meer impact heeft, is je kleding gewoon wat minder vaak wassen. Ten eerste is het goed voor je kleding, gaat die langer mee. En ten tweede scheelt dat natuurlijk ook, nou, voor jouw geld. En ten derde is dat duurzamer, want het scheelt energie en water en al dat soort dingen. Ik laat heel vaak gewoon kleding even luchten of ik doe er een verfrissingsspray op. Kijk, kleding dat direct op je huid zit, dat wil je natuurlijk wel gewoon dagelijks, tweedagelijks wassen. Maar truien, broeken, ja, die was ik echt heel weinig. Echt alleen als er gewoon vlekken op zitten of als het gek ruikt of zo. Dus misschien geen sexy tip, maar het is wel de beste. Nou, dan wil ik en mijn boek je nog bedanken voor je tijd. Als je nu nog vragen hebt, laat het vooral weten. Ik doe dit heel graag nog een keer. En ja, joe!